Bij Vacances Soleil is de tevredenheid van onze vakantiegangers het allerbelangrijkste. Daarom brachten we enkele gezinnen samen op een reunie om te polsen naar hun Vacances Soleil vakantieervaringen. Dit zijn Sven, Veerle, Jonas, Maarten en Wout. Zij bezochten vorig jaar luxe camping Le Château de Calor in de Droom in Frankrijk. Wij gaan vooral graag op reis naar Frankrijk eigenlijk, naar de zon. Camping Château de Calor is heel goed meegevallen. De luxe staakcaravan was heel comfortabel. Er waren 3 slaapkamers. Er was een mooi ingerichte keuken met microgolf. Een airconditioning was daar. En dan hadden we ook nog een verhoogd houten terras. Het half overdekte terras was eigenlijk wel heel aangenaam. Omdat je enerzijds ofwel in de schaduw kan zitten, ofwel in de zon. Was het zwembad echt wel het hoogtepunt. Die nieuwe glijbaan, daar kon je met de band afgaan op verschillende manieren. Camping Kids was ideaal voor onze kinderen, omdat het Nederlandstalig is. En ze konden heel gemakkelijk vriendjes leren kennen op die manier. We hebben samen met de kinderen een fietstochtje gedaan naar Palais Ideal. Dat is een bouwwerk gebouwd door een postbode die daar vroeger woonde. Toen wij terugkwamen van onze fietstocht, gingen Jonas, Maarten en Wout onmiddellijk naar het zwembad. En zo konden wij ook een beetje uitrusten. En konden wij samen op ons eigen terrasje toch nog eens genieten van een glaasje wijn. En van elkaar. Bestel nu de gratis brochure of boek heel eenvoudig jouw vakantie op vacansoleil.be.